Babette van Veen, 55, koestert de wens om een levenspartner te vinden met wie ze haar oude dag kan delen. Haar zoektocht naar een ware liefde heeft echter nog geen vruchten afgeworpen. Daarom heeft de actrice, die eerder haar huwelijk met Bas Westerweel zag stranden, actie ondernomen. Sinds haar scheiding van Bas Westerweel eind 2010 heeft Babette van Veen geen serieuze relatie meer gehad. De actrice vindt dat het inmiddels lang genoeg geduurd heeft. Mijn liefdesleven is ongelooflijk saai geworden, deelt Babette met Story. Ik ben ook niet zo'n fan van daten, heb ik gemerkt. Voor mij is een afspraak vaak meer een gelegenheid om nieuwe vrienden te maken, terwijl ik bij mijn date vaak bepaalde verwachtingen opmerk. Ze vervolgt, niet zozeer vanwege mijn bekendheid, maar omdat ze meer verwachten op relationeel gebied. Bij mij moet het allemaal natuurlijk groeien. Ik vind daten leuk om nieuwe vriendschappen te sluiten en dat is ook gebeurd. Als er echter iemand is die ik leuk genoeg vind als partner, dan zal ik daar zeker voor gaan. Omdat Babette niet alleen oud wil worden, heeft ze zich onlangs ingeschreven op een datingapp. Tinder en dergelijke zijn niets voor mij. Daarom heb ik me aangemeld bij Raya, een datingapp voor bekende personen. Volgens de laatste statistieken zou de app slechts 8% van de aanmeldingen accepteren. Het schijnt dat vooral de superrijken en vele wereldsterren er gebruik van maken. Ik heb inmiddels een account en ik kom veel bekende namen tegen. Ik vind het wel grappig. Maar ik heb nog niemand één like gegeven en ik kan ook niet zien wie mij één like heeft gegeven. Dus ik weet niet of die app iets voor mij is. Het liefst ontmoet ik iemand op de traditionele manier. Maar ik ben niet wanhopig. Ik heb een grote vriendengroep, dus ik vermaak me uitstekend. Ik mag dan wel alleen zijn, maar zeker niet eenzaam. Uiteindelijk zou het echter wel leuk zijn om weer een partner te hebben.